Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een HEMA shoplol. Namelijk, ik was laatst weer gewoon naar de HEMA gegaan, naar de winkel. En dat is echt super lang geleden. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan. Ik doe dat zelden. Meestal bestel ik online bij ze. Maar ik dacht, leuk, laat ik weer een keer gewoon naar de winkel gaan. En dat heeft er dus ook in geresulteerd dat ik andere dingen dan normaal heb gekocht. Ik heb natuurlijk wel wat kantoorartikelen, schrijfwaren die jullie van mij gewend zijn. Maar dit keer heb ik ook random dingen. Beauty, sieraden, van alles en nog wat zitten dit keer tussen. Met dat gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden, is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in al mijn gekochte items gaan duiken. Als eerste, ik was namelijk echt net voor Valentijn naar de HEMA gegaan. En daar had ik deze lolly gekocht. De XL lolly werd verkocht voor €2. Ze hadden sowieso hele leuke Valentijn dingetjes. Maar ik was eigenlijk van plan om een hele leuke foto te gaan maken voor Instagram. Maar letterlijk alles ging mis wat ik daarvoor had bedacht. Dus uiteindelijk helaas is er geen foto online gekomen. Maar daarvoor dacht ik, dat is leuk om deze erbij te doen. Was maar €2. Sowieso hadden ze echt wel leuke budget items voor Valentijn. Als je iemand een leuk klein presentje wilde geven. Helaas dus niet kunnen gebruiken voor de fotoshoot waarvoor ik hem eigenlijk had gekocht. Maar desalniettemin zal ik hem gewoon lekker zelf gaan opsmikkelen. Want ik hou echt van deze lollies. Ik weet dat heel veel mensen het naar plastic vinden smaken. Ik vind ze lekker. Ik weet niet waarom. Dan het enige notitieboekje wat ik dit keer heb meegenomen. Dat vond ik heel goed van mezelf. We gaan nu heel even naar alle schrijfwarenartikelen. Dat een beetje in categorieën in de video voorbij komt. Maar deze vond ik heel erg leuk. Deze heeft een effect alsof het een soort van verfvlekken met water zijn er overheen. In een prachtige blushroze kleur waar ik heel erg van hou. Zoals je ook aan mijn achtergrond kan zien. Deze wordt verkocht voor €3 dus. Helemaal in rosé goud foiling staat er rechthoek op. En er staat op everyday is a day you've never seen before. Beetje cheesy, maar is oké. Ik ben vaak niet zo van de quotes, heel eerlijk gezegd. Maar ik vind het gewoon heel mooi hoe de hele aesthetic van dit notitieboekje is. Is met ringetjes. Daar ben ik altijd fan van, want dan kun je de pagina's eruit scheuren. En ik maak altijd planningen erin. En als ik het dan gedaan heb, kan ik het eruit scheuren. Vind ik heel prettig. Gaat met een elastieke band open en dicht. En aan de binnenkant is het gewoon een simpel A5 lijntjeschriftje. Zoals veel van jullie al onderhand weten, deze gebruik ik altijd voor mijn werk. Ik doe bijna alles nog met de hand. Ik hou heel erg van plannen, lijstjes maken, video-ideeën opschrijven. Foto-ideeën, TikTok-ideeën, van alles nog wat. Schrijf ik hier allemaal in, maak ik lijstjes, planningen. Dus ja, deze worden altijd heel goed bij mij hier zo gebruikt. Dan zag ik ook, en deze heb ik totaal gemist. In mijn laatste HEMA shoplog hadden jullie heel veel kunnen zien van deze Galaxy line. Want zoals veel van jullie weten ben ik dol op planeet, sterren, manen. Dat is echt mijn ding. Maar ik had deze toen totaal gemist online. Ik weet niet of deze niet verkrijgbaar is online, dat je hem niet kan bestellen. Maar ik zag hem nu dus in de winkel. Deze wordt verkocht voor €5. Wel iets aan de prijs voor HEMA, vind ik. Natuurlijk nog steeds niet duur. Heel mooi wit. Met allemaal wederom rosé goud foiling eroverheen. Dus dat reflecteert heel mooi. Hebben we allemaal planeten, sterretjes. En aan de voorkant staat gewoon simpel weekplanner, waar ik van hou. Wederom ringetjes. En als je deze openklapt, als eerste zie je allemaal verschillende echt hele toffe stickers. Maar daarna is het een weekplanning. En wat ik heel erg tof vond, je hebt dus de week aan de ene kant. En aan de andere kant heb je to-do en notities. Ik dacht dat dit gewoon heel erg praktisch zou zijn voor mijn werk. Want mijn werk verandert gewoon heel erg vaak. Creatief beroep. Veel komt erbij kijken. Maar ook veel zakelijke dingen. Ja, het leek me gewoon handig. Want de laatste tijd ga ik niet meer echt naar een agenda op papier. Daarvoor gebruik ik nu wel de hele tijd gewoon degene bij de Apple, zeg maar, in de telefoon. Maar ik dacht, deze is dan wel een soort van compromis tussen een notitieboekje en een agenda. Om ja, geordend te werk te gaan. Ik vond het heel erg leuk. En het is dus een ringetjesschrift. Dus ik kan het er ook weer uitscheuren, waar ik altijd fan van ben. Voor €5. En gewoon hoe die eruit ziet van buiten is natuurlijk echt geweldig. Ik hou ervan. Dus ik vond hem heel erg leuk. Die heb ik meegenomen. Dan ook deze vond ik echt zo tof. Wederom is dit van de planetenlijn waar ze nieuw mee zijn gekomen. Dit zijn namelijk rosé gouden soort van paperclips. Deze werden maar verkocht voor €1,50. Vond ze te super tof. Je krijgt er 5 in. 2 zijn met een soort ja, roze glitter eroverheen. En de andere 3 moeten dus een beetje op planeten lijken. Heel erg leuk. Ik vond ze gewoon geweldig. Het zijn gewoon super schattig. Past helemaal in mijn aesthetic van al mijn kantoorartikelen die ik gebruik. Dus daarvoor meegenomen €1,50. Daarvoor super leuk vond ik. Dan voor €3,50. Deze had je ook kunnen zien in de vorige shoplog. Maar toen was ik zo onder de indruk. Dat is natuurlijk altijd met online bestellen. Je weet nooit echt of het gaat, ja, dat je het mooier vindt in het echt of minder mooi. En de vorige keer had ik dus deze pen besteld. Dit is de Shine Like the Stars pen. En dit zijn van de speciale uitgave giftbox pennen waar de HEMA altijd mee uitkomt. Deze zijn dus ook wat duurder, zijn €3,50. Maar ik vond deze versie zo ontiegelijk mooi toen ik hem binnenkreeg. Want hij is namelijk helemaal roze goud. En er staat op Space Adventures op de pen. En daarboven hebben we een planeet. En de ring om de planeet heen is helemaal ook van glitter. Dit is gewoon helemaal ik in een pen. Je hebt zeg maar de planeet, je hebt de roze goud dat super mooi is, een beetje glitter. Alles eraan vond ik gewoon super leuk. Toen ik hem binnenkreeg was hij gewoon nog veel mooier in het echt. Dus nu hebben ze deze lijn nog. Dus ik had er gelijk even nog eentje gehaald. Want dit is gewoon wat ik mooi vind. Wel zijn deze blauw schrijvend, dat je dat weet. Staat eigenlijk nergens echt aangegeven volgens mij. Maar al hun giftbox pennen schrijven blauw. Persoonlijk vind ik dat iets minder, want ik ben normaal gesproken meer van de zwart schrijvende pennen. Maar ja, weet je, ik vind ze super mooi. Ik ben er heel blij mee. Dus deze heb ik er ook bij gedaan voor €3,50. Dan ook voor €5. Zolang ze deze scharen hebben, ga ik ze kopen en al mijn andere scharen vervangen. We hebben namelijk in de keuken, ik heb ze op het kantoor, ik heb overal wel een schaar. Ik weet niet of meer mensen zo zijn. Maar wij hebben best wel veel van die best wel lelijke hele budget scharen die echt knalgeel, rood zijn en zo. En deze scharen van de HEMA zijn zo ontiegelijk fijn. En ze zijn heel erg mooi, vind ik. Dit is de roze gouden. Dus het hele metaal is roze goud. En de hendels zijn doorzichtig. En er zit een roze gouden glitter. Ze zijn super mooi. Knippen ook nog eens. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk naast dat het mooi is. Knippen ze ook gewoon heel erg fijn. Eerst had ik ze zeg maar gewoon voor mezelf gekocht. Maar naarmate ze gewoon in het assortiment blijven, koop ik er iedere keer eentje eigenlijk als ik bij de HEMA bestel of er ben. Dus spaar ik dus zeg maar nu de lelijke scharen eruit. Zodat we ook mooie scharen in de keuken hebben en zo. Ja, daarvoor deze gekocht. Zijn €5. Niet zo heel goedkoop voor een schaar. Maar ze zijn ook wel echt heel erg mooi. Dan ook zag ik deze pennen. En ik heb geen idee of ze deze ook online verkochten. Maar ik vind ze heel mooi. Deze horen allebei bij dezelfde lijn. Als eerste heb ik een roze gouden. En deze is helemaal een soort muted roze kleur. En in roze goud, wat echt heel mooi reflecteert, zitten er allemaal sterrenstelsels, planeten, een zonnetje zit er overheen, een maan. Freaking gorgeous. Deze schrijven helaas dus ook wel weer blauw. Deze kostte trouwens €2 per stuk. En de andere die ik heb genomen is ook helemaal roze goud. Maar deze heeft allemaal roze glitter eroverheen. Ja, wederom prachtig. Ik vond ze gewoon zo mooi. Vooral ook met die planeten vond ik heel leuk. En zo samen staan ze ook heel leuk. Dus ik ben echt van plan om met die roze gouden allemaal een soort potje, pennenpotje te maken. En dat is allemaal heel mooi. En ja, ik weet niet. Ik hou er gewoon heel erg van. Daar krijg ik haast gewoon een soort kick uit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is heel erg satisfying, vind ik. Dus daarvoor vond ik deze perfect. €2 dus per stuk. Heel erg mooi. En ze hadden nog meer opties van verschillende lijnen. Maar deze Galaxy en roze gouden sferen vind ik echt geweldig. Dus daar heb ik ze van gekocht. En dan als laatste qua stationery. Daarna gaan we naar de beauty en de sieraden en zo. Heb ik deze HEMA micro schrijver zwart. Hier krijg je er 4 in. Dit zijn echt mijn favoriete fijnschrijvers. Deze gebruik ik het meeste voor mijn planningen maken en zo. Dus deze heb ik weer meegenomen. Ze zijn niet zo mooi om naar te kijken. Maar deze zijn wel heel erg fijn. En gebruik ik al heel lang. Dus ik hoop heel erg dat HEMA ze niet uit het assortiment gaat halen. Daar ben ik altijd heel bang voor. Want hier ben ik onderhand zo gehecht aan. Ik gebruik ze nu al zo lang. En trouwens, deze zijn te combineren. Ik gebruik altijd de pastelmarkers. Op een of andere manier. Als je de pastelmarkers met deze microschrijvers gebruikt, kun je gewoon highlighten. En dan is het niet zo dat het gaat strepen. De neon highlighters echt, die je van de HEMA en de Action en zo hebt, die werken niet. Maar de pastelmarkers die ik altijd gebruik van de HEMA, die werken hier gewoon mee. En dan streep je niet de tekst uit. Dus dat is ook wel een goede tip. Dus deze kan je gebruiken met die pastelmarkers. Die zijn volgens mij €1,50 bij de HEMA. Goeie combi. Heel blij mee. Deze schrijven heel fijn. Dan voor €7,50 bij het beauty gedeelte. Ik was daar aan het kijken en ik moet zeggen, niet heel veel van de HEMA make-up sprak mij echt aan. Ik wilde eigenlijk wel iets proberen. Misschien is het een keer leuk om een video te maken om HEMA make-up te proberen. Want ik moet zeggen, ik heb letterlijk 0 HEMA make-up in mijn assortiment. Ik heb geen idee wat goed is, ja of nee. En ja, het sprak me ook niet heel erg aan, moet ik eerlijk zijn. Dus misschien is het leuk dat ik een keer een video maak dat ik alle HEMA make-up uitprobeer. Laat mij vooral weten hieronder. Eén ding wat ik wel gelijk zag en dacht, ja, die wil ik hebben. Want dit is namelijk zo'n foundation brush. Dus dit is echt zo'n, ja, een soort borsteltje lijkt het haat op. En daar kun je foundation mee doen. Hier heb ik al echt meerdere malen van gehad, maar van de Action. En daarbij koop je een set voor €5 en dan krijg je er 3 in. Hier krijg je er maar 1 en is €7,50. Dus het is wel aanzienlijk duurder. Maar ik zag deze en zoals ik dus al zei, ik ben echt een sucker voor dat alles matcht met elkaar. En bij de Action heb ik meestal de zwarte. Heel soms hebben ze een witte en dan neem ik die mee. Maar eigenlijk altijd hebben ze de zwarte. En al mijn andere kwasten zijn lichtroze en wit. En dit is een lichtroze borstel. borstel. Ik ben heel erg benieuwd of deze foundation brush dus net zo chill werkt of dat hij anders werkt. Ik heb dus nog geen idee, maar deze was €7,50. Daarvoor wil ik hem wel gaan uitproberen. Ook wel leuk dat het in zo'n tonnetje komt, vind ik. Ik vond het er schattig uitzien. Dus ja, benieuwd. Nog geen mening over. Ik ga het uitproberen en zien of het dat is. En laat me dus vooral weten of jullie Hema make-up video willen zien, want... ja, ik gebruik zelf geen Hema make-up, dus het lijkt me wel heel leuk om het te gaan uitvinden en om alles te gaan proberen. Want ik heb er dus nul ervaring mee, dus dan krijg je echt gewoon een eerste indruk video. Dan ook kocht ik wat sieraden. En als eerste hadden ze een rek, zeg maar, dat echt in de korting was. En ze hadden een rek wat, zeg maar, stickertjes heeft. En dat betekent dat die is afgeprijsd naar die prijs. Dus alle sieraden die ik heb gekocht waren daadwerkelijk in de korting, maar twee verschillende manieren van korting. Als eerste heb ik deze twee en dat is van het stickertjes systeem. En deze waren nu afgeprijsd naar €2, want er zit een groen stickertje op. Als eerste, en deze vind ik echt heel erg mooi. Het zijn eigenlijk gewoon hele simpele ringen, maar even net even wat extra, weet je wel. Hier zo zitten allemaal kleine schakel... ja, het is een soort schakelketting idee wat er langs loopt. Zit eraan vast helemaal. En hij gaat erin door middel van zo'n... ja, hoe leg ik dit uit? Het is een pinnetje wat, zeg maar, in je oor gaat en die klik je dan aan de achterkant dicht. Ik vind dat een heel prettig systeem. Ik vind dat heel makkelijk altijd. Kun je dus makkelijk gewoon meenemen, ingooien. Omdat het dus ook goud is en verder niks, heel makkelijk te combineren. En ik vond het gewoon heel tof uitzien. Deze werden dus oorspronkelijk, ik moet zeggen, ik vind de Hema altijd een beetje duur qua sieraden. Normaal worden deze verkocht voor €7. Ik weet dat dat niet duur is, maar het is natuurlijk geen echt goud of zilver of, weet je wel, geen laagje goud of whatever. En dan vind ik het best wel prijzig, want het is een beetje de kwaliteit van de Primark en zo en dat is veel goedkoper. Maar nu voor €2, dan is het een hele leuke prijs. Dus eigenlijk altijd in de sale koop ik wel sieraden bij de Hema. En dan ook, en dit is echt heel erg een Noël oorbel, zul je gelijk zien. Deze zijn heel simpel, klein, wat ik heel fijn vind. Super licht, heel makkelijk te dragen daardoor. Zijn goud, deze gaan door middel van een haakje in je oor. En dan krijg je een rondje eraan. Er zitten allemaal gouden kleine kraaltjes aan. En allemaal maantjes en een sterretje. Echt super leuk. Helemaal mijn ding dus. Ik ben heel erg van de maan, ster, planeet dingen. Ja, galaxy dingen zijn altijd waar ik me toe vol aangetrokken. En deze was oorspronkelijk €6,50 en nu nog maar €2. Dus daarvoor vond ik ze heel leuk. En dit zijn echt, ja, volgens mij de lichtste oorbellen die ik nu in mijn bezit heb. Deze voel je haast niet. Dus deze zijn ook heel lekker om te dragen. En wederom, goud met wit. Super makkelijk te combineren. Daar ben ik de laatste tijd heel erg van. Dus ja, heel erg blij mee ook. Zin om te gaan dragen. En dan heb ik nog twee paar. En deze komen van het rek die gewoon simpel waren afgeprijsd met een stickertje erop. Als eerste, deze vind ik ook zo tof. Ze hebben echt mooie sieraden. Deze, dat zijn gewoon simpele hangers. Die hang je gewoon in je oor. En ik vond deze heel tof. Het is een hele simpele outline van een slang. En in deze slang zitten allemaal steentjes. En die gaan van groot naar klein. Dus in de kop krijg je twee grotere steentjes. En daarna zijn het allemaal kleintjes. Deze was oorspronkelijk €7. Nu nog maar €2,50. Daarvoor vond ik ze heel mooi. En wederom, hier geldt voor heel makkelijk te combineren. Ja, ik vond ze gewoon heel chic. Echt heel erg tof. En nu een klein prijsje. Dus ik word hier helemaal blij van. Helemaal mooi. En dan alweer als laatste heb ik nog deze. En deze zijn echt heel simpel. Maar ik vond ze heel tof. Deze waren oorspronkelijk €6, nu €2,50. En je krijgt gewoon simpel een rondje goud. En die gaat door middel van een stut in je oor. En daaronder hangt een groter rondje in het goud. En daar zitten allemaal steentjes in. Heel simpel wederom. Ook weer makkelijk te combineren. Ja, ik voel me de laatste tijd gewoon ook sowieso meer door goud-zilver combi's aangetrokken. En ik hou ervan als het gewoon lekker makkelijk overal bij past. Ik heb de laatste tijd vooral dat ik wat meer van de comfy-kleding ben. Comfy-sieraden in de zin van, ik vind het wel leuk om nog steeds mooi aan te kleden en zo. Maar ik hou ervan als ik er niet te veel over na hoef te denken. Dus zulke sieraden zijn dan perfect. Past overal bij. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer heb gekocht bij de Hema. Niet mega veel, maar wel volgens mij, ja, meer verschillende dingen dan dat jullie van mij gewend zijn. Het probleem is natuurlijk altijd, ja, het is niet een probleem, maar online kan ik altijd minder goed beauty en sieraden shoppen. Sieraden hebben ze volgens mij niet eens online. En beauty vind ik altijd heel lastig om online te shoppen. Dus op deze manier, als ik een keer naar de winkel ga, is natuurlijk heel leuk. Want dan krijg je een heel ander soort shoplog dan dat ik online winkel. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje de variatie in dingen die ik heb geshopt. En laat me dus vooral hier zo onder weten of je die Hema beauty producten uitproberen video wilt zien. Het kwam super spontaan in me op. Was niet gepland om dat te vragen. Maar ik bedacht me in één keer door, ja, ik heb daar gewoon nul ervaring mee. Ik heb zoveel andere merken en ik haal van make-up. Ik heb genoeg ervaring met make-up, maar ik heb het eigenlijk nooit gekocht van de Hema. Dus het lijkt me heel leuk om dat misschien een keer uit te proberen in een video. Laat me vooral weten. Dan kunnen we zo'n full face Hema make-up uitproberen. Weet je wel? Laat maar weten of jullie dat leuk lijkt. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet, zie jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dat is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!